Ruud, jullie hebben een plan gelanceerd deze week, Pareltjes van Leiden. Ja, ik geloof dat wel 28 bands zich hebben aangemeld. Want dat zijn die pareltjes, hè, die lokale bands. De lokale bands die kunnen straks in de grote zaal of in de kleine zaal, ik weet niet precies waar dat gaat plaatsvinden, kunnen ze een clipje opnemen of een videoopname van een live concert. Dus ze kunnen gewoon eigenlijk gratis van jullie nou, alles krijgen wat ze daar voor nodig hebben. Ja, het plan werkt eigenlijk twee kanten op. We proberen de bandjes op die manier de gelegenheid te geven om een goede opname te maken van wat ze kunnen, om ze te promoten. Het idee is ook dat ze dat bij doorgedraaid jongens kunnen gaan streamen voor de stad, in de Burgt. Ja, in de Leidse Burgt. De Leidse Burgt, dat is een beetje het idee, dat gaan we stimuleren. Dus ze kunnen hier die opnames maken, dan kunnen ze bij de Leidse Burgt gaan streamen. En tegelijkertijd gaan we de ZZP'ers die bij ons werken voor de techniek, dus licht- en geluidstechniek doen, die zitten allemaal al maandenlang thuis zonder geld. Ja. En die gaan we inzetten om ze toch nog een beetje aan het werk te houden. En dus dan snijdt het mes aan twee kanten. En bied je ze dan de zaal en de verlichting en de mensen? Of ga je ook het filmpje maken? Of moeten ze dat zelf doen? Nee, we doen alles. Dus ze gaan, laten we zeggen, de zaal, de mensen, het filmpje. In principe kunnen ze het direct meenemen naar de Leidse Burgt. Per wanneer? Ik weet niet, we zijn nu volop bezig. We hebben het net online gezet. Er zijn inmiddels 28 aanmeldingen. Dat gaat als een lopend vuurtje rond. Ik geloof dat we nu hebben afgesproken dat we tot 40 bands gaan. Want anders dan kunnen we dat niet meer betalen. Als er nog bandjes zijn die het willen, dan moet je snel zijn. En dan gaan we zo snel mogelijk beginnen. In ieder geval voor zover dat gaat binnen de COVID-19 restricties die gelden. Daar moeten we natuurlijk wel rekening mee houden. Dus als er een lockdown komt en al dat soort dingen, avondklok, ik weet niet wat we allemaal nog over ons heen krijgen, dan gaan we ons daar natuurlijk netjes aan houden. Maar in de marges daartussen gaan we die clipjes maken. En wat ze opnemen mogen ze zelf weten. Dat kan een clip zijn voor één nummer, maar ook een concertje? Nou, ze krijgen allemaal 3 uur de tijd. Ze mogen ook langer, maar de meer uren, daar moeten ze dan wel geld voor betalen.